helemaal in shock. Waarom is het in shock? Omdat het ons allemaal aangaat. Ik heb een hele goede Turkse buurman die ik als mijn broer beschouwd. Hij komt uit die streek. En mijn eerste reactie was hem bellen. Of alles goed was met zijn familie die daar nog woont in die streek. En ze kunnen er niks aan doen, want ze leven op die streek van de aardbeving. Ja, heel heftig. Ja, die wanhoop. Het kan elk moment weer gebeuren, zeg maar. Al die naschokken. Je zit hier zo'n beetje door zo'n winkelstraat te lopen. En dan zit je te beseffen van, ja, ik kan gewoon mijn boodschappen doen nog. Maar ondertussen, verder weg, is het gewoon drama. Ja. Het is heel erg schokkend, laat ik het zo zeggen. En heel bedroefd af en toe. Wel als over die kinderen zo eruit zien, dan kun je bijna niet droog houden, toch? Ja. Kunnen we ons er enige voorstelling van maken? Nee, ik kan er geen voorstelling van maken. Absoluut niet. Ik snap niet dat dat ooit nog goed kan komen, laat ik het zo zeggen. Ja. Wij gingen zaterdag hier in de stad wokken met mensen die komen uit die stad. En man had alle familie al te pakken gekregen en die vrouw nog niet. Dus die zijn waarschijnlijk omgekomen, deel van haar familie, want niemand kon die mensen te pakken krijgen. Heel erg. Heel erg, ja. Dat gun je toch niemand, hè? Er is niks meer van over. Kunnen we ons er eigenlijk wel een voorstelling van maken? Kun je niet voorstellen. Stel je voor dat je zelf gebeurt. Ja. Dat je niks meer hebt? Nee, niks meer hebt. Dat is heel erg. Dat is echt, niet voor te stellen dat er zoveel doden zijn gevallen. Dat al die gebouwen ingestort zijn, dat is echt niet te beschrijven. En hoe is het bij u gegaan? Ja, nee, dat is ook een verschrik, ja. Het is vreselijk voor die mensen. En met name, laat me zeggen, dat is toch wel gelijk om het hand zitten. Want ja, er is geen vervangend thuis of wat dan ook voor die mensen is. De betrokkenheid is heel groot. En dat vind ik ook belangrijk, omdat er hier medemensen zijn uit Turkije die al heel lang hier wonen en werken. En dat zijn medelanders. Die horen gewoon hier ook bij, maar hun roots die liggen net als ik ben hier geboren en getogen. Maar mijn roots liggen op de Molukken. Maar als daar iets zou gebeuren, dan zou ik ook in de bres springen. En dat is voor hun ook precies hetzelfde. Dus je voelt het in je bloed. Ik voel hun pijn ook. Wij kunnen ons er eigenlijk geen voorstelling van maken. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En het enige wat je kan doen is geld doneren. Alles is al ingezameld. Ik denk dat ze al overvloed aan materialen die kant op hebben gestuurd. Ja. Maar hoe kan je het voorkomen? Niet? Nee. Nee. Of ik denk dat Giro 555 het geld verdeelt over allerlei instellingen direct betrokken zijn qua hulp in die regio's. Ja, dat moet wel. Ja. Dat moet wel. Dat moet want natuurlijk. Waarom zou je anders geven? Ja, daarom. Daarom vraag ik me soms ook wel eens af waar het allemaal blijft. Omdat je daarna bijna niks meer van ziet. Precies. Maar ik heb geen. Ik kan er eigenlijk niks aan doen, alleen maar geld storten. Ja. Het liefst helpen we gewoon allemaal bij de mensen in Turkije en in Syrië. Dus maak allemaal geld over en help die mensen. Want stel je voor, je zit hier en ineens heb je niks meer. Je hebt niks, alles is weg. Dat wil je toch ook niet? Dan wil je toch ook dat mensen je gaan helpen en zo. We staan wel een klein beetje machteloos, hè? Ja, echt. Het is niet leuk meer. Hè? En dan in Syrië en Turkije. Ja. Wat moeten we eraan doen? Helpen, hè? Dus ja, ik denk dat ze allemaal in hun eigen wereld nu zitten met gedachten bij hun familie, vrienden, bekenden. Ja, ik weet niet hoe je dat... Gaan ze helpen met de familie zoeken en zo. Want ja, je stelt je ook niet voor dat je ineens je vader of je moeder of je zus of je broertje kwijt bent. Dat kan ik me niet voorstellen, zeg maar. Dat is wel heftig. De hulp die ingezet wordt, dat er van over de hele wereld mensen naartoe gaan om te helpen, dat is hartverwarmend. Dat is een enorm werk om dat goed te coördineren. Wat
geld betreft denk ik dat het een ander verhaal is. Dan weet je nooit precies hoe dat terecht komt. Maar dan opeens lijkt het alsof we met elkaar verenigd zijn om zo'n land te helpen. En dat is zoals het op heel veel gebieden zou moeten zijn, denk ik. Ik denk niet dat je je dat kan voorstellen. Het kan dat je nog alles kwijt bent en dat je dan, ja, je familie, je kennis, alles kwijt bent. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is eigenlijk niet voor te stellen, denk ik. Ja, en daar hebben ze onze hulp bij nodig over de hele wereld. En in de eerste instantie is gewoon, ja, de eerste voorzieningen, de facilitaire voorzieningen, hulp, dekens en voedsel. De eerste nood lenigen en voorzien in de primaire behoeftes van de mensen. Ja, dat is het belangrijkste. En medicijnen. En de opvang voor de kinderen die gered zijn. En waarvan we weten dat ze misschien wees zijn. Waar, die zijn gered en de ouders misschien niet. Voorlopig houdt het ons allemaal bezig. Ja, mij wel. Ja.